Goedemorgen, welkom bij deze sessie, het webinar vanuit het programma Aardgasvrije Wijken, kennisleerprogramma van de VNG. Vandaag gaan we het hebben over de warmtetransitie en de rol van de aquatermie die daarin kan spelen. De sessie wordt geleid door Roland Benning. En Henk Looijen. Allebei van het netwerk Aquatermie. Wat we de afgelopen jaren zien gebeuren is toenemende belangstelling voor de rol van de aquatermie, die de rol van de aquatermie kan spelen in de gebouwde omgeving als vervanger voor aardgas. Als we kijken naar de eerste ronde proeftuinen, daar ging het om tweetal proeftuinen die een AVA had ingediend. Als we naar de huidige ronde, de tweede ronde proeftuinen kijken, dan gaat het om 1/3 van de aanvragen gaat om aquatermie. Aquatermie kent vele verschijnselen en daar zal het netwerk Aquatermie daar op ingaan. Er staat een chatfunctie open, daarin kunnen jullie vragen stellen. Ik zou nu graag het woord willen geven aan Roland Benning. Ja, dankjewel Niels. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Roland en vandaag zal ik samen met mijn collega Henk van het netwerk Aquatermie jullie meenemen in wat basisinformatie over aquatermie. Misschien goed om even te vertellen dat de webinar opgenomen zal worden en de sheets zullen aan het eind naar jullie toegestuurd worden. Vragen zullen we zoveel mogelijk tijdens de presentatie proberen te beantwoorden. Maar mocht dit niet lukken, we maken tevens een Q&A die online beschikbaar komt. Vandaag zou ik graag willen toelichten van wat is nou eigenlijk aquatermie? Wat zijn de Green Deal en het netwerk aquatermie? Waarom aquatermie? Wat is eigenlijk de potentie van aquatermie? Henk zal jullie meenemen in de technische toepassingen. En vervolgens zal ik jullie nog even meenemen in waar staan we nou in Nederland op het gebied van aquatermie? En wat kunnen wij als netwerk nog voor jullie betekenen? Maar ik ben eigenlijk ook vooral benieuwd naar waar jullie behoefte ligt als gemeente. Wat is aquatermie? Aquatermie is het duurzaam verwarmen en of koelen van gebouwen met warmte en koude uit water. Daarbij onderscheiden we drie varianten, Theo, Thea en Ted. Het klinkt bijna als kwik, kwek en kwak van de Donald Duck. Alleen zitten er wel wat meer verschillen in tussen Theo, Thea en Ted. Theo is dus warmte of koude uit oppervlaktewater, een meer of een rivier. Thea is van afvalwater, denk aan een RWZI of een rioolleiding. En TED gaat over drinkwater, dus warmte of koude uit een drinkwaterleiding. Het begon allemaal in het klimaatakkoord. Aquatermie was daarvoor nog niet een woord dat echt bestond. Het wordt voor het eerst genoemd in het klimaatakkoord. En dat is eigenlijk net zoals de wijkgerichte aanpak en het programma Aardgasvrije Wijken. In het klimaatakkoord begon het echt. Er is een Green Deal aquatermie. Wat is nou een Green Deal? Een Green Deal zijn afspraken tussen het Rijk en een aantal partijen. En samen hebben die als doel om duurzame plannen uit te voeren en om knelpunten weg te nemen. De Green Deal Aquatermie is gestart in mei 2019. Toen hebben 20 partners en 20 partijen de Green Deal ondertekend. En inmiddels is deze groep behoorlijk gegroeid en hebben we ruim 50 organisaties die de Green Deal onderschrijven. Het doel van de Green Deal is het versnellen van de energietransitie door waarde en toepassing van aquatermie in kaart te brengen. Als uitvoerende tak is het netwerkbureau Aquatermie. Dat is waar Henk en ik werken. Onze doelen zijn kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van aquatermie en netwerkactivering. En met netwerkactivering bedoel ik dat we proberen de aangesloten partners en partijen in positie te brengen om actief bij te dragen aan de bekendheid en aan de groei van aquatermie. Dit doen we allemaal vanuit de netwerkgedachte, dus van, voor en door de stakeholders. Vandaar ook mijn vraag aan jullie, waar ligt jullie behoefte? En onze werkwijze sluiten eigenlijk op aan, we jagen aan, we stimuleren, verbinden en faciliteren. Als je kijkt naar de potentie van aquatermie, dan kun je zien dat daar de verschillen zitten tussen Theo, Thea en Ted. Er is behoorlijke potentie voor Theo. Iets minder voor Thea en Ted heeft toch echt wel de minste potentie als je landelijk kijkt. Mijn collega Henk zal zo nog even
verder ingaan op de Aquatemie Viewer, waarin je ook meer in je eigen omgeving kunt zien wat die potentie nou eigenlijk is. Henk, mag ik jou nu het woord geven om in te gaan op de technische toepassingen? Jazeker, dankjewel, Roland. Ja, eigenlijk als we dan kijken naar de technische toepassingen, hoe ziet dan TO eruit? TO is dus thermische energie uit oppervlaktewater. En hier hebben we eventjes een plaatje hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. De elementen die je links op het plaatje ziet, waarbij zomer staat, is ja, een flat gebouw uiteraard, heel duidelijk. En een klein huisje, dat staat even voor de gebouwde omgeving. Dat kan dus ook een gehele wijk zijn. En als je ziet, daaronder heb je een koud en een warme put, zeg maar. Dat zit ook echt in de ondergrond, dat is warmte-koude opslag. En dat wordt eigenlijk bijna altijd ingezet om, ja, om de gebouwde omgeving te verwarmen en te koelen. In de zomer kun je het dus koelen, dat gebeurt hier. Daar wordt koud water uit de ondergrond wordt dan gebruikt. Niet, het grondwater gaat niet door de buizen heen, maar uiteindelijk de koude gaat er doorheen. Dus er zitten warmtewisselaars tussen. Dat wordt gebruikt om dus de ja, koelingsbehoefte eigenlijk te genereren. En vervolgens gaat het dus weer warmer terug de grond in. Er is een vraag. Kan het koelen, en ik denk dat daarmee bedoelt de koude uit de oppervlakte halen, zei jij. Kan dat ook met oppervlaktewater? Kun je ook een gebouw koelen gewoon rechtstreeks van oppervlaktewater? Vaak kan dat inderdaad ook. Dat ligt een beetje aan van hoe koud het oppervlaktewater nog is. Maar eigenlijk wordt dat vrij weinig toegepast, omdat je toch wel een behoorlijke, ja, behoorlijke koude stroom nodig hebt om ook die koeling voor een geheel gebouw te genereren. Het grappige is dat je nu dus gaat zien dat in de winter eigenlijk de verwarmingsbehoefte eigenlijk veel groter is. En daarmee krijg je dus een onbalans in de ondergrond. En daarvoor zetten we dan eigenlijk het oppervlaktewater in. En dat zie je in de zomer gebeuren, dat er dus extra warmte uit het oppervlaktewater. Dan is het zo'n 18, 19, 20 graden misschien zelfs. Die temperatuur kan dus in de ondergrond opgeslagen worden, in het grondwater. Ook weer met een warmtewisselaar. En in de winter, dan heb je het rechte plaatje, kan dat dus weer gebruikt worden om op te pompen en die temperatuur weer te gebruiken voor een voor de verwarming. Nou, dat gaat natuurlijk niet rechtstreeks met die 18, 19, 20 graden, want dan krijg je je gebouw niet meer warm. Maar dat wordt wel gebruikt door een warmtepomp om het uiteindelijk weer op te hogen. Dus er is ook nog weer elektriciteit voor nodig, dat wel. Maar veel minder dan met een warmtepomp die uit de lucht zijn energie moet halen. Nou, dat is eigenlijk even het principe. En voor Thea en Ted werkt dat eigenlijk hetzelfde. Bij Thea zit het al in buizen, want dan zit het in de riolering, in de rioolbuizen. In persleidingen die naar het rioolwaterzuivering gaan. En het effluent, wat dus uit de rioolwaterzuiveringen komt. Daar kun je dus die warmte ook uithalen. Bij Thea is het zo dat als het in die buizen zit, is het eigenlijk ook altijd al warmer. En het gehele jaar door is het warmer dan het oppervlaktewater. Dus daar hebben we iets meer potentie in die zin. Het is natuurlijk minder water dan het oppervlaktewater. Vandaar dat de potentie ook iets lager ligt dan voor Thea. Nou, voor drinkwater geldt hetzelfde, dat het ook in buizen zit. En dan is het, er wordt water gewonnen, grondwater of oppervlaktewater gewonnen, om uiteindelijk te gaan zuiveren tot drinkwater. Nou, dat zit dus dan vervolgens ook in buizen. Dus dan hebben we ruw water, zeggen ze dan, ruw waterleiding. Dat is grond- of oppervlaktewater, wat dus naar de drinkwaterzuivering gaat. Daar kun je dus die thermische energie uithalen. De Rijnwaterkelder, dus eigenlijk waar de dingen bezinken en dergelijke, daar kun je het uithalen. En de drinkwatertransportleiding, dus waar het al drinkwater is. Dus dat is de Rijnwaterleiding, zoals ze het dan noemen. Even voor de technische varianten die we nu kennen, ga ik eventjes proberen om dit plaatje uit te leggen. Links zie je de bron. Dus Theo, Thea of Ted in dit geval.
En wat je daar moet doen, je moet zorgen dat je dus die warmte daaruit kan koppelen. Vervolgens moet je het in een warmtenet, je moet het distribueren, je moet het zorgen dat het uiteindelijk bij de woningen komt. En dan moet het in de woning geleverd worden, zodat je uiteindelijk als resultaat een comfortabel gebouw hebt. Nou, als je dan even daaronder gaat, een pijltje. Je ziet daar die blauwe pijltjes, opslag waar in de keten. Dat kan dus op verschillende plekken eventueel gebeuren. Maar het kan soms ook zijn dat er geen opslag is. Wat ik net had uitgelegd hè, bij de Theo, is dus echt seizoensopslag. Dus dat, dat het de warmte van de zomer in de winter kan worden gebruikt. Dat hoeft niet altijd. Bij Thea, zei ik al net, daar ligt de potentie dus iets, of de temperatuur al iets hoger. Dus daar kan het vaak ook rechtstreeks. Nou, als je bronwater, zeg maar eventjes, rechtstreeks een warmtenet instuurt, dan kan dat warmtenet, dat is dus ja, minder dan 20 graden vaak, dan kan dat, hoeft dat ook niet zo geïsoleerd te worden, die buizen. Dus dat kan flexibele buizen zijn. Er hoeft weinig elektriciteit toegevoegd te worden. En dan komt dat uiteindelijk aan bij de woningen. Daar kun je dus wel warmte uithalen voor verwarming in de winter. Dan moet je een warmtepomp dus per huis hebben. Je kan in de zomer dus ook koelen met dit water, want het is dan ook echt koud water. Dus dat is een plus van deze variant. Wat je wel moet hebben is dus een behoorlijke warmtepomp om het comfortabel te krijgen. En je moet er ook nog tapwater gaan verwarmen. En dat moet tot minimaal 65 graden, meen ik, ergens in de 60 graden. Dus daar heb je in huis, dat is de volgende, ruimtebeslag. Daar heb je een behoorlijke ruimte voor nodig in het huis. En je moet een behoorlijke isolatieschil hebben. A+ heb ik hier maar aangegeven, want het is echt, dat is eigenlijk wel een vereiste om uiteindelijk niet... niet heel veel extra energie toe te moeten voegen. Nou, dat geeft dit plaatje weer. En ik heb nog twee varianten, die zijn dus op dezelfde lees geschoeid. Zal ik hier eventjes zetten. Maar dan heb je hier dat je naar 40 graden gaat in een warmtenet. En dat betekent dus dat er uit de bron, dat er dus warmte wordt gehaald door een warmtepomp. Centrale warmtepomp, grote warmtepomp, wordt de temperatuur opgehoogd naar 40 graden. Dat wordt de distributie ingestuurd, het warmtenet ingestuurd. Daar is dus behoorlijk wat centrale elektriciteit voor nodig om die warmtepomp ook goed aan te zetten. En de buizen moeten geïsoleerd worden. Maar een voordeel is dat je dus de verwarming rechtstreeks uit dat warmtenet kunt halen. Tapwater moet je wel zorgen dat het nog eventjes, dus inderdaad volle legionella bescherming en zo, dat dus nog opgehoogd kan worden. Dus dat zal nog in de woning moeten gebeuren. En daardoor is er een ruimtebeslag, is in ieder geval een stukje kleiner, maar ja, er moet nog steeds ruimte voor zijn. Een buffervat en zo. En het label is in ieder geval label A. En dan de laatste variant is dat het op een centrale plek, het water ook echt, de energie uit het water, wordt gebruikt om het warmtenet te voeden met 70 graden. En met 70 graden dan betekent dus ook echt een forse elektriciteitsgebruik van die warmtepomp. Het zijn iets kleinere buizen, want de energie die je nodig hebt is dus iets compacter. Maar die moet wel goed geïsoleerd zijn. Verwarming kun je in ieder geval in de woning gewoon rechtstreeks uit het warmtenet halen. En het tapwater ook. En daardoor is het ruimtebeslag in de woning zelf. Ja, dat is een warmtewisselaar die dus die warmte naar binnen haalt. Dus naar je uiteindelijke verwarmingsinstallatie. En je hoeft ook iets minder geïsoleerd te zijn met 70 graden. Dan kun je met label C in principe het comfortabel krijgen. Nou, dit zijn eigenlijk de varianten die we op dit moment veel zien in plannen. En eventjes hier nog op een rijtje. Dit is ook goed om na te slaan eventjes als we de presentatie hebben rondgestuurd. Dit zijn eigenlijk de technische varianten. Dus even nog kort, waar zou je op moeten letten? Er is door in de opdracht van de STOA is er een...
varianten eigenlijk een studie gedaan. En waar een beslisboom uit is gekomen. CE Delft heeft dat ook uitgevoerd. En dus eigenlijk, ja, je moet kiezen welke bron die heb je. Wil je wel een buffer of geen buffer? Dat betekent dus eigenlijk een seizoensopslag of niet. Dus een WKO, warmte-koude opslag. En dan is het welke temperatuur sla je op. Nou, er zijn nog andere varianten dan die WKO. Dat zijn Ecovat en Hocosto, weet ik in ieder geval. Dat zijn twee ontwikkelaars van producten die dus ook in de ondergrond, maar in een groot thermosvat eigenlijk, thermovat, warmte kunnen opslaan. En dat kan dus ook hogere temperaturen zijn. Welke leveringstemperatuur ga je uiteindelijk vanuit? Ja, 15 graden, 15 tot 20 graden kan dat zijn. 40 graden of 70 graden, dus eigenlijk die varianten die ik net heb de revue heb laten passeren. En dan eventjes een puntje bijstook staat er nog. En dat is eigenlijk een piekvoorziening. Als je namelijk echt een koude dag hebt, dan moet je wel zorgen dat je voldoende vermogen in dat distributienet hebt. En als je dat vermogen uiteindelijk uit één warmtepomp, een centrale warmtepomp moet halen, moet dat een hele grote warmtepomp zijn. En de capaciteit daarvan, die gebruik je zeker niet het hele jaar door. Dus ja, de meerkosten voor een echt zo'n echt grote warmtepomp, die wegen soms niet op tegen het feit dat je een warmtepomp kunt neerzetten. En daarnaast nog een kleinere een gasketel die uiteindelijk dus de pieken kan voorzien. Ja, dat hoeft geen aardgas te zijn natuurlijk. Dat kan ook groen gas zijn of misschien op een gegeven moment ook waterstof. Nou, dat kan dus op gas. Je kan ook zeggen van, nou, we doen nog een extra warmtepomp of een biopelletketel zoals hier staat. Dat zijn keuzes die je ook moet maken. Nou, dan uiteraard het isolatieniveau. Die werkt ook weer terug naar welke temperatuur kun je uiteindelijk leveren. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. D tot en met A+ staat hier. En uiteraard met label D, ja, dan moet je wel zorgen dat je minimaal 70 graden hebt. En ik denk dat het zelfs iets hoger zou moeten zijn, die temperatuur. Dus dit zijn eigenlijk de overwegingen die je moet hebben om een wijk te kunnen voorzien met verwarming uit aquatermie. Ik heb de link ook toegevoegd, dus daar dat kun je uiteraard nog weer aanklikken als je de presentatie terugkrijgt. Dan eventjes wat nog een voordeel is bij aquatermie, is dat het vaak, je haalt er heel veel energie uit, hè? Uiteindelijk die warmtepomp die trekt ook nog wel elektriciteit. Maar de verhouding is uiteindelijk dat er zo 75 tot 80% van de energie uit het water komt. En 20 tot 25% elektriciteit toegevoegd wordt. Eventjes hier twee plaatjes van, ja, wat is dan de ruimtelijke impact? Dat is een van de grote voordelen. Het zit vaak onder water. Je ziet eventjes de Maria Stichting in Haarlem is dat. Dit is aan het Spaarne, daar woon ik vlakbij. Dus ik heb deze foto zelf gemaakt. En je ziet daar aan de linkerkant zie je een soort van oud theehuisje. Nou, daarvoor staat een steiger. Daar zit een uitlaat in, zeg maar. Die ziet er ongeveer zo uit zoals het plaatje, de foto linksboven. En die foto is dan weer in Wageningen gemaakt. Dit is de voorziening voor, in Wageningen is het voor ongeveer 225 appartementen. Dus dat is zo'n dun pijpje. Nou, in Haarlem is het tegen de 400 appartementen. En dat thuisje is niet veel groter. Dus dat is even de ruimtelijke impact. Dat valt dus heel erg mee. Henk, er is net een vraag binnengekomen. Ja? En ik lees hem even voor. Je zegt dat er weinig elektriciteit nodig is. Hoeveel minder elektriciteit ten opzichte van bijvoorbeeld een all-electric oplossing? Op een luchtwarmtepomp. Ja, precies. Ja, ja, kijk, met luchtwarmtepompen, die zijn dus vaak voor individuele woningen. Als het echt koud is, en dan bedoel ik dus inderdaad min 5, min 10 graden, dan moet nog steeds die warmtepomp de energie halen uit de buitenlucht. Er zit in principe nog veel energie in, alleen die pomp die moet wel heel hard gaan werken.
En uiteindelijk is dan dus de elektriciteit die je daar op de momenten dat het echt veel, echt behoorlijk koud is, als je dus echt die verwarming nodig hebt, ja, dan trekt die zoveel elektriciteit, dat is bijna 1-op-1. En als je dus uit het water inderdaad die elektrische of die warmte kunt halen, die energie kunt halen, dan heb je nog steeds een verhouding van wat ik net zei, 75% uit het water. Dat is in principe haalbaar. En zeker als je dus die seizoensopslag doet, dan begin je dus echt op een hogere temperatuur nog. En dan kun je er echt veel meer energie uit halen. En dan is het voor die warmtepomp dus veel minder hard werken. En dat harde werken is dus, ja, dat is gewoon direct in elektriciteit uit te drukken. Dus ja, hoeveel minder, dat is altijd lastig, hè, van welke situatie neem je precies. Maar het is in ieder geval zo dat echt, ja, zo, het is dan een COP, heet dat. Dat is een verhouding tussen hoeveel elektriciteit gaat erin en hoeveel energie, hoeveelheden eigenlijk haal je eruit. En dat is dus 1 op 5 is haalbaar met aquathermie. En voor warmtepompen op lucht is 1 op 3 echt wel al behoorlijk goed. En zeker in koude dagen, dan heb je 1,2 misschien. Nou ja, dat is eventjes technisch. Daar zou ik nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat gaat misschien te ver op dit moment. Ik heb nog eventjes een plaatje gemaakt van de aquathermie viewer. Ook door de STOA ontwikkeld. En die kun je dus ook zelf nakijken om de potentie van je eigen omgeving, je eigen gemeente te bepalen van wat kan er werkelijk uit het oppervlaktewater. Er staan ook op onze site van Netwerk Aquathermie, www.aquathermie.nl, staat nog een rekenvoorbeeld waarmee je eventueel nog iets kunt berekenen. En hoeveel warmte je, of hoeveel water je daar dan voor nodig hebt. Dus deze wilde ik in ieder geval even laten zien. Er staat thermische energie uit oppervlaktewater en thermische energie uit afvalwater staat in deze aquatomie viewer. Drinkwater zit er nog niet in. Ik hoop dat dat wel gaat komen. Dat er is in ieder geval wordt aangewerkt. Ook aan nog weer een update. Dus er wordt in ieder geval echt goed gewerkt aan het faciliteren van het bepalen van die potentie, zodat het goed gebruikt kan gaan worden. Er is ook nog een vraag binnengekomen, Henk. Ja. Is de potentie op de STOA-kaart met of zonder opslag in WKO? En kan ik de potentie van WKO optellen bij de potentie van TO? Oké, dat zijn twee vragen. Even, ja. De potentie op de STOA-kaart is echt uit het oppervlaktewater zelf. En dan kun je het dus... Die potentie, die energie die je daaruit kunt halen, die kun je dus opslaan in de ondergrond. En dan kan je kan het niet optellen bij elkaar. Dus eigenlijk kun je een warmte-koude opslag, dat is ook uiteindelijk, moet het in balans zijn. Dus feitelijk is dan het gebruik is nul. Dus het is lastig om die potentie op die manier in beeld te brengen. Er zijn wel kaarten van waar opslag heel goed te organiseren is, hè? Dus waar eigenlijk warm watervoerende pakketten in de ondergrond zitten, die dus ook een bepaalde grootte hebben, zodat je ook dat kunt benutten. Dus dat zijn dan tientallen meters dikke pakketten zand, waar het water doorheen gaat en waar je dus inderdaad die warmte op kan slaan. En dan moet je in diezelfde in datzelfde watervoerende pakket moet je ook weer een koude put hebben, zodat het in balans blijft. Oké. Dan is er nog een vraag binnengekomen. Afgezien van de koude dagen haalt een luchtwarmtepomp over het algemeen ook 70-80% energie uit de lucht. Dat is dus vergelijkbaar met aquathermie. Wat is dan het voordeel van aquathermie? En daarop is alweer een antwoord gegeven. Volgens mij gaat het niet zozeer om de COP, maar vooral om het lagere piekvermogen in de winter. Ja, klopt, ja, dat? Dat klopt inderdaad. Het gaat inderdaad voor... Juist in de winter, als het echt nodig is, dan heb je gewoon uiteindelijk veel meer een compactere mogelijkheden om die warmte uit het water te halen dan uit de lucht. En dus daar heb je inderdaad veel minder piekvermogen voor nodig. En het mooie is dat je dan dus ook
veel minder nog aan moet passen aan het elektriciteitsnet. En dat is, ik werk ook samen met Alliander. En nou, die beamen dat. En die zijn op die manier wel ook echt serieus aan het kijken. Van, nou, kunnen we niet inderdaad nog meer met aquatermie doen. Zodat we uiteindelijk veel beter met het huidige elektriciteitsnet toe kunnen. Het antwoord is duidelijk. Ja. Krijgen we als reactie. Dus dat is mooi. Prima. Dan geef ik jou weer het woord, Rowan. Ja, super. Even kijken naar waar we nu in Nederland staan op het gebied van aquatermie. Op het kaartje, wij zelf als netwerk houden een lijst bij met allemaal projecten die in Nederland gerealiseerd zijn van aquatermie. En het kaartje laat eigenlijk zien dat er overal in Nederland wel aquatermieprojecten zijn. Drenthe en Friesland zijn inderdaad op dit moment nog op nul, maar dat komt meer omdat wij nog niet helemaal de volledige gegevens hebben aangeleverd gekregen. Want we weten dat daar ook projecten zijn. Deze update is misschien niet helemaal relevant, maar up-to-date. Hij komt uit juni van dit jaar. Maar laat wel mooi zien de ontwikkeling van aquatermie over de afgelopen jaren. De eerste projecten waren er al in 2000. En je kunt zien dat de hoeveelheid steeds meer is gestegen. Ik heb trouwens even tussendoor. Vorige week heb ik gezien dat dus het provinciehuis in Maastricht, van het provinciehuis van Limburg, dat wordt dus al sinds 1985 gevoed met aquatermie. Het ligt bijna in de Maas, zeg maar, bijna een eiland. Ja. En, dus ik heb het idee dat dat het oudste is, oudste toepassing van aquatermie in Nederland. Maar misschien zijn er nog anderen die zeggen van nee, ik ken nog een andere. Kom maar op, heel graag. Ja. Dus voeg vooral toe. Als je kijkt naar de grootte van aquatermieprojecten, dan zit daar best wel een verschil in. Er zijn van allerlei grootte, van 1 tot 10 woningen of woningequivalenten, tot wel 100 of 500 woningen die voorzien worden van warmte of koude en of koude van aquatermie. Niels zei het net al, de eerste twee proeftuinen, er waren maar 2 voor aquatermie. En deze ronde is dat wel 1/3 van alle aanvragen. Dus dat zijn we als netwerk super blij mee. En hier staat nog 27 ressen, maar uiteindelijk hebben we gezien dat in alle ressen, of eigenlijk natuurlijk de regionale structuur warmte, aquatermie benoemd wordt. Aquatermie is niet altijd een bovenregionale bron, of eigenlijk vaak niet. Dus we verwachten eigenlijk dat vooral in de transitievisie warmtes en de wijkuitvoeringsplannen straks aquatermie veel benoemd zal worden. Dan nog even een korte samenvatting van tot nu toe. Aquatermie, we hebben Theo, Thea en Ted. Theo heeft daarbij echt wel de meeste potentie. Als je naar aquatermie kijkt, dan zijn er een aantal afwegingen en keuzes die je moet doorlopen om te komen tot een systeem. Dus wat is de warmtevraag? Is het een lage temperatuur of een hoge temperatuur? Isolatiewaarde? Een centrale warmtepomp of een decentrale warmtepomp? En die keuzes hebben ook weer invloed op het financiële plaatje. Decentraal komen de kosten dan bij de inwoner te liggen, bij de eigenaar van die woning. En ook heeft het een impact op de ruimte. Henk die liet net al zien dat zo'n installatie voor Theo heel klein is en eigenlijk niet zo opvalt. Maar ja, zo'n centrale warmteplop moet natuurlijk ook ergens een plaats kunnen krijgen. Wat kunnen wij voor jullie betekenen als netwerk? Ik denk dat dat vooral zit in kennisdeling. We doen heel veel op de site. Er staat heel veel informatie. Op social media delen we regelmatig dingen. Zoals gezegd hebben we een lijst met projecten gerealiseerd in Nederland. Op het plaatje zie je hoe die er ongeveer uitziet. Daarnaast, voor corona organiseerden we community of practice bijeenkomsten. Dan gingen we echt op bezoek bij een fysiek project en hadden we tegelijkertijd wel een aantal inhoudelijke presentaties. Helaas kan dat nu niet. Daarom organiseren we regelmatig webinars. Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen woensdag nog een webinar gehad. Die ging heel inhoudelijk in op de financiën van een project. Die was gegeven door de Nederlandse Waterbank. Verder hebben we regelmatig afstemming met Warming Up over onderzoek op het gebied van aquatermie. Zo loopt er bijvoorbeeld op dit moment een onderzoek over de ecologische impact van aquatermie op water en de waterkwaliteit. Even misschien nog uitleggen van dat Warming Up is een heel groot
onderzoeksprogramma wat getrokken wordt op TNO. Waar ook Deltares en KWR bij aan aangesloten zijn. Dus echt grote onderzoeksinstituten. En ja, eigenlijk gaat het over collectieve warmtevoorzieningen in de gebouwde omgeving. En aquatomie is daar een thema van. Ja. En daarnaast hebben we nou ja, nauwe connecties dus met de PAW, Nationaal Programma RES en de ECW. Dit was voor ons de presentatie. Het was natuurlijk een hele algemene introductie. Ik hoop ook zeker dat we volgende keer meer de diepte in kunnen gaan. En daarbij ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar waar jullie als gemeente behoefte aan hebben. En welke kennis hebben jullie behoefte of waar zouden jullie eens een keer wat meer over willen weten? Hoef je niet direct nu te beantwoorden. Je mag het in de chat zetten als je al iets weet. Maar je kunt ook mij en Henk rechtstreeks een mailtje sturen. En dan ja, willen we heel graag inspringen op jullie behoeften. Want dat is waar we voor staan. Van, voor en door de stakeholders. En jullie als gemeente zijn zeker een hele belangrijke stakeholder voor het netwerk. Dan kijk ik nog even naar Henk. Zijn er nog nieuwe vragen die beantwoord moeten worden? Ja, zeker. Ja, dus, Leo meldt dat het provinciehuis, wat ik net heel enthousiast noemde, zit al lang niet meer aan de TO vanwege problemen. Voor zover ik weet, zegt hij, is dat met de vervuiling van de warmtewisselaar. En dan vraagt hij van, ja, zijn daar meer ervaringen mee? Het klopt inderdaad dat er dus, ik weet het trouwens niet specifiek van dat provinciehuis, dus ik hoor het nu dat voor het eerst. Maar ik weet wel dat er inderdaad problemen kunnen zijn met, het, ja, met de vervuiling van de warmtewisselaar of van andere elementen. Als je inderdaad oppervlaktewater gebruikt, dan moet je wel ja, zorgen dat dus gefilterd wordt voordat het eigenlijk in het systeem komt. Want ja, er kunnen van allerlei organismen kunnen erin komen. En ja, dat vervuilt uiteraard. En hoe maak je dat weer schoon? Nou, met dat soort schoonmaakacties, daar zijn wel, er is wel ook ervaring mee. Dat gebeurt af en toe met chemicaliën. Dan moeten we als waterbeheerder moet je daar ook heel alert op zijn. Dan moet je uiteraard ook weten van wanneer dat gebeurt. En of dat eventueel nog op het oppervlaktewater terechtkomt. Meestal kan dat trouwens ook intern geregeld worden, hoor, dat schoonmaken. Maar het is wel zo dat er er wel echt onderzoek plaatsvindt en dat er ook andere ervaringen zijn met hoe maak je dat dan weer schoon. Dus op zich, het is inderdaad een bekend probleem, zeg maar. Maar het is wel zo dat daar wel voortgang op is gemaakt. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat bij het provinciehuis Limburg ook weer opgestart kan worden dan, als het nu niet meer gebruikt wordt. Omdat er gewoon nieuwe technieken zijn om dat op te lossen. En dan gaat het om zowel biologische vervuiling, zeg maar, tussen aanhalingstekens, als dus met algen en dergelijke, als om dingen als slip. Dan wordt dus bij dat warming-up wordt er trouwens ook heel goed gekeken naar wat voor filters heb je daar dan voor, om het inderdaad zoveel mogelijk te voorkomen dat je het in het systeem hebt. Okay. Dus, en dan hebben we Mark verteld, de behoefte vanuit de gemeente. Mijn ervaring is dat het waterschap erg afhoudend is voor inzet van TO en TA. Eerst alle andere mogelijkheden benutten en dan met allerlei randvoorwaarden, ecologie, biologie, etc. erover spreken. Ja, ik heb zelf, ik hoor dat ook inderdaad wel meer terug. En ik heb het idee dat ook een beetje, ja, koud watervrees is. Maar het is wel zo dat als waterbeheerder heb je natuurlijk wel verantwoordelijkheden voor ja, de waterkwaliteit en de ecologie daarin. En het is soms heel lastig in te schatten wat precies de koudwaterlozingen, want je haalt water in. Daar gaat een aantal graden vanaf en dat komt dus kouder weer terug in het oppervlaktewater. Ja, wat er dan de effecten op de ecologie zijn. Ik heb zelf het idee dat het dus koud watervrees is, wat ik zei, omdat het meestal eigenlijk maar heel kleine hoeveelheden zijn ten opzichte van het ontvangende water. Als je echt een klein slootje hebt, dan kan dat wel degelijk natuurlijk een behoorlijk effect hebben, of een kleine beek. En daar moet je natuurlijk heel goed over nadenken als waterbeheerder. Dus het is wel degelijk heel goed om daarnaar te kijken. Ja, misschien kunnen we daar iets van een intermediaire rol in vervullen. Met
met de stakeholders of de netwerkpartners die we hebben, die dan daar iets over kunnen zeggen, berekeningen en dergelijke. Ja, volgens mij waren dat alle vragen voor zover. David zegt nog iets over aquatomie in open netconstructie, aangevuld met andere bronnen, tussen haakjes. Ik denk dat dat, volgens mij was dat een aanvulling op mijn vraag van, goh, waar is er behoefte aan met betrekking tot de presentaties of kennisdeling die we in de toekomst kunnen gaan doen. Ja, oké. Okay. Dus ook trouwens, ja precies, ik kan er wel iets over zeggen. Bij dat warming-up programma zijn een aantal grote steden ook aangehaakt. Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Breda bijvoorbeeld, weet ik in ieder geval uit mijn hoofd. En ja, die zijn ook bezig met grotere warmtenetten. Hoe ze dan uiteindelijk misschien de hele stad kunnen verwarmen. En ja, dan hebben ze bijna altijd ook behoefte aan verschillende bronnen. Want dat kan je dus eigenlijk bijna nooit met één bron afdoen. Dus daar wordt zowel naar aquatomie gekeken als ook naar zonthermie of geothermie. En dus nou, volgende week is er daar nog een bijeenkomst van om te kijken van nou kunnen we daar inderdaad ook echt een pilot, een proefproject van opzetten. Oké, heel mooi. Dat was het dan denk ik voor nu. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Ik wil ook nog even zeggen, in de presentatie die we hebben laten zien op de allerlaatste slide zitten nog wat links met handige informatie. En als jullie vragen hebben of goede ideeën, laat het ons vooral weten. En een hele fijne dag nog. Tot ziens, bedankt.